Een 19-jarige man uit Almere is overleden als gevolg van een steekincident afgelopen nacht in Lelystad. De man werd gevonden in een auto op het parkeerterrein naast ROC Flevoland. De politie heeft een 21-jarige man uit Almere aangehouden voor betrokkenheid. Het afvalophalen in Almere loopt goed, maar achter de schermen van de stadsreiniging is er van alles mis. De gemeente heeft het laten onderzoeken, extern. En toen bleek onder andere de aansturing en de communicatie bij stadsreiniging een stuk beter te kunnen. En veel organisaties zijn in deze periode van het jaar druk met het voorbereiden van kerstdiners. Voor degene voor wie dat geen vanzelfsprekendheid is. Denk aan eenzame ouderen of daklozen. Maar door corona kan er heel veel niet wat gebruikelijk wel kan. En dus komen er alternatieven zoals een kerstpakket met tulpenbollen. Het is maandag 30 november. Dit is Flevoland. Goedenavond. Een 19-jarige man uit Almere is afgelopen nacht omgekomen in Lelystad. Hij is zeer waarschijnlijk het slachtoffer van een steekincident. Dat gebeurde vlak naast ROC Flevoland, in het centrum van de stad. Daar is verslaggever Koen Peters. Ja, Koen, is het jou duidelijk wat zich daar heeft afgespeeld? De politie geeft aan dat er iets voor middernacht een melding binnenkwam van een steekincident hier op dat parkeerterrein naast het ROC, ook tegenover het Agora Theater. Nou, en toen agenten hier aankwamen, toen troffen ze in een auto dat slachtoffer aan. Een 19-jarige jongen, een man uit Almere. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Maar in het ziekenhuis is hij later die nacht helaas overleden. Ja, de politie zegt één persoon aangehouden te hebben. Wat weet jij van de rol van die persoon bij het steekincident? Ja, dat is dus een 21-jarige man uit Almere en die was niet op de vlucht, maar die zat naast het slachtoffer in de auto. Nou, hij is dus door de politie aangehouden en onderzocht wordt wat zijn betrokkenheid bij de zaak is. De politie die zit nog met veel vraagtekens, roept getuigen op zich te melden en is ook een team grootschalige opsporing gestart. Nou, dat geeft aan dat ze veel recherchecapaciteit vrijspelen om deze zaak te onderzoeken en te achterhalen wat er zich hier heeft afgespeeld. Ja, dan is er ook nog sprake van een ruzie die plaatsgevonden heeft op het treinstation in Lelystad. Is er nou een relatie tussen die ruzie en het steekincident? Nou, de politie die legt die mogelijkheid in elk geval op tafel. Want vlak voordat de melding van het steekincident kwam, is er dus een melding binnengekomen bij de politie van een ruzie bij het station, het stationsplein. En ja, er wordt rekening mee gehouden dat dat wel eens te maken kan hebben met wat zich hier heeft afgespeeld. Nou, zeker weten doet de politie dat nog niet. Dus ook in die getuigenoproep wordt niet alleen gevraagd aan mensen die hier in de buurt van het ROC en het Agora Theater iets gezien hebben rond dat tijdstip om zich te melden. Maar ook aan mensen die bij het station iets gezien hebben wordt gevraagd. Meld dat bij de politie, zodat ze dat mee kunnen nemen in een onderzoek. Helder, Koen. Dankjewel. De politie heeft zaterdagavond en nacht in totaal 12 mensen aangehouden voor de vuurwerkrelletjes op Urk. Eén van hen zit nog vast. Vlak voor middernacht voerde de mobiele eenheid van de politie charges uit, omdat mensen op straat zich niet hielden aan de opdracht om naar huis te gaan. Het was de hele avond onrustig met jongeren die illegaal zwaar vuurwerk afstaken. Vorige week gebeurde dat ook. Burgemeester Kees van den Bos betreurt het ingrijpen van de ME, maar, zegt hij, wij waren erop voorbereid en helaas was het noodzakelijk. Het gaat om rellen en het gebruik van levensgevaarlijk vuurwerk. De burgemeester benadrukt dat het gaat om een kleine groep raddraaiers. Er is veel mis bij de stadsreiniging in Almere. De interne communicatie is slecht en ook de aansturing kan een stuk beter. Dat blijkt uit een extern onderzoek in opdracht van de gemeente. Alleen de mensen op straat doen het goed. Het afval ophalen krijgt een voldoende. Afval inzamelen is voor gemeentes al lang niet meer het alleen ophalen en op een grote hoop storten. De gemeente Almere heeft moeite met haar nieuwe rol in deze zogenaamde circulaire economie. Hierbij moet zoveel mogelijk afval worden hergebruikt en zo weinig mogelijk worden verbrand. Een reorganisatie van een paar jaar geleden lijkt de verantwoordelijke dienst, Stadsreiniging, geen goed te hebben gedaan. Stadsreiniging werkte daarvoor voor een groot deel zelfstandig, maar dat moest anders, vond de gemeente. Het moest allemaal centraler, met andere rollen voor de managers. En die veranderingen lijken geen succes. Vooral de communicatie moet beter. Op een vraag van de gemeente over hoeveel illegale dumpingen er worden opgeruimd, kon de dienst bijvoorbeeld geen snel en sluitend antwoord geven. De dienst lijkt eenduidige leiding te missen.
Er worden wel pilots gestart, maar er wordt vervolgens niet doorgepakt. En de communicatie is onvoldoende, waardoor het gevaar ontstaat dat er op het gemeentehuis verkeerd beleid wordt gemaakt. Moet plastic bijvoorbeeld nog wel apart ingezameld worden? Of moeten er robots bij vuilniswagens komen of juist niet? Allemaal vragen die voor het college van BMW moeilijk te beantwoorden zijn zonder duidelijke communicatie vanuit stadsreiniging. Uit het rapport blijkt ook dat de afdeling stadsreiniging zich niet genoeg gezien voelt vanuit het gemeentehuis. Maar het blijkt ook dat medewerkers van de dienst moeite hebben met het omgaan en accepteren van innovaties. Die cultuur moet veranderen. De waslijst aan aanbevelingen in het rapport om de situatie te verbeteren wordt integraal overgenomen door het gemeentebestuur. Het ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad en Harderwijk kan ondanks de zorgelijke financiële situatie niet omvallen door omzetverlies vanwege corona. Dat zeggen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland. Volgens de organisaties hebben zorgverzekeraars afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen tijdens de coronapandemie niet in de rode cijfers belanden. Het Sint-Jansdal ziekenhuis verwacht dit jaar een verlies van ruim 2 miljoen euro. Door het coronavirus is veel reguliere zorg afgeschaald. Het aantal bezoeken aan polyklinieken is gedaald en er zijn veel minder operaties en onderzoeken gedaan dan gepland. Zorgverzekeraars zullen die verliezen hoe dan ook aanvullen, zodat ziekenhuizen niet failliet gaan. De GGD opent binnenkort een coronatestlocatie in Dronten. Een loods aan de Nijverheidsweg op het industrieterrein wordt ingericht om mensen met symptomen te kunnen testen. De exacte openingsdag staat nog niet vast, maar de planning is om halverwege december de teststraat in gebruik te nemen. De GGD heeft met Dronten erbij in 5 van de 6 Flevolandse gemeenten een testgelegenheid. Alleen in Zeewolde is geen teststraat. City Marketing Lelystad wil langer actief blijven. De gemeenteraad zet de subsidie per 1 januari stop, omdat City Marketing te weinig zou opleveren. Die periode is volgens de voorzitter van City Marketing te kort om alles goed af te wikkelen. In een brief aan de gemeenteraad pleit hij voor een overgangsperiode. De raad wil alle taken van City Marketing overhevelen naar de afdeling communicatie van de gemeente. Almere staat op de 4e plek in de lijst van gezondste grote steden van Nederland. Groningen heeft het beste leefklimaat, gevolgd door Nijmegen en Maastricht. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Arcadis. Met name als het gaat om bijvoorbeeld geluid is relatief laag in Almere. Dus scoren ze beter dan het gemiddelde. En er is ook heel veel gebruiksgroen in Almere. Dus groen waar je kunt bewegen en elkaar kunt ontmoeten. In totaal zijn 20 grote steden beoordeeld op onder meer mobiliteit, milieu, beschikbare voorzieningen, buitenruimte en sociale cohesie. De 5 grootste steden van Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, komen niet eens voor in de top 10. Eenzame ouderen, mensen met weinig geld of daklozen. Rond kerst proberen veel organisaties juist deze mensen een hart onder de riem te steken. Vaak door ze uit te nodigen voor een gezellig kerstdiner. Maar ja, dit jaar kan dat door corona niet. Veel organisaties zijn daarom op zoek gegaan naar alternatieven. Zo ook het Nationaal Ouderenfonds. En voor zo'n 80 eenzame ouderen in Emmeloord wordt plan B uit de kast getrokken. Een kerstpakket met daarin ook tulpenbollen. Fijn dat we hier mogen zijn. Ja, welkom. Voor elk kerstpakket wordt een zakje tulpen beschikbaar gesteld. We hebben al 40 soorten tulpen. Ja. En we vonden het erg leuk om een knalrode tulp mee te geven. Dat is een echte poldertulp. De komende tijd worden de pakketten samengesteld en daarna rondgebracht. Rond de week 51 krijgen wij dus een behoorlijk veel pakketten. Wij mogen er 150 mogen we uitdelen, dus dat is best heel erg veel. Daar zijn we ontzettend blij mee, want ik denk dat het in deze tijd nog meer ouderen zijn die eenzaam zijn. En dan hoe mooi en hoe fijn is het dat we dit met elkaar kunnen gaan doen. Wat er precies allemaal in het pakket zit, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het is natuurlijk ook een verrassing. Het moet een beetje een verrassing blijven. Maar het is in ieder geval iets dat ze iets. Ja, dat ze een creatief iets zit erin. Er zit iets lekkers in. Er zit iets om uit te delen. En voor de rest is het nog een beetje een geheimpje. Het Nationaal Ouderenfonds is niet de enige die overgestapt is op plan B. De meeste organisaties vervangen het diner door een kerstpakket. Ook al gaat het in de kern natuurlijk juist om het contact dat nu niet mogelijk is.
Ze proberen er het beste van te maken. Vrijwilligers gaan de pakketten zelf brengen. Misschien dat we nog iets wat leuks krijgen om een kerstmuts, zeg maar, of met een kersttrui en bijvoorbeeld een kerstliedje. Dat we dan voor de deur staan bij de mensen en dat het toch een beetje, ja, een beetje in die trant iets leuks wordt gemaakt. Ja. Kijk, alsjeblieft. De bollen voor het pakket zijn in elk geval alvast binnen. Museum Nagelen wil geld van de gemeente Noordoostpolder voor groot onderhoud aan het dak. Daarom is een toekomstvisie geschreven om het bestaansrecht van het museum te onderbouwen. Die toekomst ziet er volgens het bestuur financieel goed uit, maar toch is er wel eenmalig geld nodig. We zijn een onafhankelijke stichting. We kunnen onszelf tot nu toe bedruipen. We ontvangen geen structurele subsidie van de gemeente, provincie of waar dan ook van. We proberen natuurlijk daar wel waar mogelijk is hier en daar gebruik te maken van sommige fondsen. En we zijn nu wel tot de conclusie gekomen dat voor de reparatie van het dak, dat we dat financieel zelf niet kunnen betalen. Volgend jaar staat het op de planning om te vervangen. En daarvoor hebben we de gemeente om financiële ondersteuning gevraagd. Het gaat om een bedrag van 30.000 euro voor het eerste gedeelte van het dak. Daarna is ook het grote dak aan vervanging toe. Het museum zit in een voormalige katholieke kerk in Nagelen. Het gebouw is eigendom van de stichting. Er wordt wel gereserveerd voor onderhoud. We kunnen bijvoorbeeld komend jaar ook kozijnen vervangen. En we hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld de kachel in deze ruimte vervangen. Dus voor best wel een aantal dingen is er gewoon gereserveerd en is er op bedacht. Alleen dit grote onderdeel is net even te veel, laat ik het zo zeggen. De bezoekers van het museum zorgen voor de meeste inkomsten. Het aantal bezoekers stijgt nog elk jaar tot 4000 vorig jaar. Daarnaast draait het museum volledig op vrijwilligers. Tientallen helpen het museum open te houden en werken mee om het verhaal van Nagelen te vertellen. Een van hen is Hester Kuper. De bekende architecten die het dorp hebben ontworpen, zoals Cornelis van Eesteren en Gerrit Rietveld, hadden volgens haar een bijzondere visie. We hebben die Tweede Wereldoorlog gehad. Nou, we hebben een nieuw gebied daar ergens liggen. Wij mogen wat creëren. Wij willen dat dat behoorlijk egalitair is. En dat houdt onder andere in dat je dan een dorp gaat maken wat helemaal voorzien is van platte daken. Die platte daken zijn nog altijd zo kenmerkend voor het dorp. Het museum dat nu 20 jaar bestaat, vervult volgens Kuper een belangrijke rol. Dit is belangrijk dat het blijft bestaan vanwege het feit dat het uniek is. Ik durf eigenlijk wel haast te zeggen in de hele wereld. En wij merken dat ook aan de bezoekers die hier naartoe komen. Er zijn professoren bouwkunde uit Delft die met hun studenten deze kant uitkomen. Hebben ze een masterclass van Japanse studenten, dan brengen ze die hier ook naartoe. En dat is ook als vrijwilliger, als je hier dan staat, is het gewoon een feest om dat mee te maken. Om die enorme verbazing te zien. Zeker mensen die uit het westen van dit land komen. Of als er Amerikanen bij zijn die New York gewend zijn en vul maar in. Wat? Zo'n heel dorp alleen maar plat. Hoe kan het? Hoe is het mogelijk? En het blijft bewaard. En juist het platte dak van het museum zorgt nu voor financiële problemen. Het museum hoopt dat de gemeente nog dit jaar met geld over de brug komt. In Almere staat een voor Nederland uniek apparaat dat in staat is voeten te onderzoeken terwijl je erop staat. De 3D-scanner kan de binnenkant van de voeten in beeld brengen. Met een verwijzing van haar specialist heeft Annemieke Bouwman als eerste patiënt zo'n 3D-scan laten maken. Ik heb een heel suf ongelukje gehad aan mijn voet. Ik heb een misstap gemaakt op de trap waarbij ik de laatste treden van de trap heb gemist. En daardoor zijn al die botten in de war geraakt. Dan mag u met de tenen naar de buitenkant van het apparaat gaan staan op het platform. Het grootste verschil zit hem erin dat wij gewichtsdragende belaste opnames maken. Dus je zet je gewicht op je voeten terwijl je gescand wordt. Bij alle andere scanners lig je. Als je gaat liggen, zie je voeten er heel netjes en mooi uit. Er staat geen gewicht op. Pas als je erop gaat staan, dan zie je ineens, het zijn platvoeten. Of, die tenen die staan scheef. Of, die voetbotten zitten niet goed. Of, dat spiertje loopt verkeerd. Maar dat zie je pas op het moment dat je er gewicht op zet. Maar ik denk dat het zo goed is. Ja. Ik heb loopklachten. Dus ik kan moeilijk lopen. Ik kan niet lang staan. Ik kan moeilijk tillen. Omdat alles wat ik doe, geeft beweging in de voet.
Dat is ook, dat heb ik ook gemerkt door dit letsel, hoeveel een voet eigenlijk te dragen heeft. Omdat iedere beweging die wij maken met ons lichaam, dat, daar moet de voet zich aan aanpassen. Ik ga de deur dicht doen en ja. Ik ga de scan maken. Dank je wel. Heb je de goede hoop op dat ze nu vinden waar eigenlijk je pijnlijke probleem zit? Ja, daar heb ik goede hoop op. Ik verwacht dat beter zichtbaar wordt gemaakt welke botten uit positie zijn. Dus dat beter zichtbaar wordt gemaakt wat er ook eventueel aan gedaan kan worden en welke botten op welke manier eventueel aan elkaar gemaakt moeten worden via een plaatje. U mag weer bewegen. Dank u wel. En u mag uit het apparaat komen. Je ziet hier een 3D-beeld, dus dat kan ik vanaf alle kanten kan ik dat bekijken. Vanaf de onderkant, bovenkant, kan het helemaal ronddraaien. Hier zie ik de dwarsdoorsnede beelden. Door deze lijnen te slepen, scroll ik hier door de voet heen. Omdat ik nog steeds een ongewone bult heb aan mijn voet, waarvan ik aan het begin dat ik dit letsel kreeg al voelde dat daar een bot scheef zit. En die bult aan mijn voet, dat leek een zwelling. Maar na 6,5 jaar is dat natuurlijk geen zwelling meer. Dus ik verwacht dat zichtbaar wordt dat daar toch een scheefstand in dat bot is gekomen door dat letsel. Ik verwacht dat deze techniek dat zichtbaar kan maken. Dat hoop ik. Ja, maar of dat echt zo is, dat weten we nog niet. Want Annemiek Bouwman moet nog heel even wachten op de uitslag van het onderzoek. Die komt over 2 weken. Dit was Flevoland voor vandaag. Voor meer nieuws verwijs ik je graag naar de website omroepflevoland.nl. En morgenochtend vanaf 6 uur is Dit is Flevoland er weer op radio en tv. Een fijne avond. Heel graag tot morgen.